Dit is Belmarissel! Dit is Belmarissel! Wij gaan nu laten zien wat de jongere redactie van Belmarissel doet. Mooi lief, zeg maar. Hallo, wij zijn Nog niet. Hallo, wij zijn van de jongere redactie Belmar Enzo en we willen jullie graag wat vertellen over onze website. Op onze website heb je alle soorten informatie, vanaf uitgangsagenda tot de polls, tot de meer serieuze zaken. Als er hulp nodig is in de Belmar voor jongeren, waar jullie binnen 48 uur antwoorden krijgen. Ik ga nu zo meteen 4 mensen interviewen van de kinderrechtenwinkel en het JIP. En hoe weten jullie zeker dat het advies wat jullie geven juist is? We hebben heel veel juristen en advocaten waar we van alles en nog wat aan kunnen vragen. Dus we hebben een heel groot netwerk van mensen die we kunnen opbellen of waar we langs kunnen gaan of die we mail kunnen sturen als we er zelf niet uitkomen. We hebben heel veel contacten met andere instanties en dan kunnen we ze eventueel naar doorverwijzen. Soms heeft een kind gewoon echt een advocaat nodig en dan gaan we een kind doorverwijzen naar een advocaat die wat meer voor een kind kan doen dan dat wij zelf kunnen doen. We hebben ook niet alleen serieuze dingen, we hebben ook leuke entertainments zoals clips, polls, foto's, evenementen en zo. Dus het is een goede website, je kan er gewoon op kijken en geniet er maar van. www.belmarenzo.nl. Ja toch, Belmar Enzo. Wij maken tv-reportages over de dingen dat in de Belmar gebeuren. We filmen zelf, doen zelf het geluid, de regie en we zijn bezig om te leren hoe we moeten editen. We hebben bijvoorbeeld reportage gemaakt over dat de koningin in de Belmar is geweest. Na de aanslag van vorige week op Koninginnedag 30 april dachten wij dat we de koningin niet meer zouden zien. Maar de koningin is heel bikkel zo te zien. Ze is heel kalm, ze is gekomen. En het concertgebouw. We zijn nu in het concertgebouw, we gaan kijken wat voor talenten komt er. En dit zijn de mensen onder ons. Wij zitten op het balkon. Ja, daar zitten wij. Op het balkon. U hoort het goed. Je komt op plekken waar normaal vele jongeren nooit echt komen. Zoals evenementen, theaterbezoek. Je ontmoet ook wel de koningin en mensen van het stadsdeelraad. Je zit met ze aan tafel, je kan met ze overleggen. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij Belmar Enzo. We hebben de naam zelf bedacht en we hebben ideetjes en tips gegeven over de website www.belmarenzo.nl. We hebben jongeren bij elkaar gebracht van onze omgeving en van onze vrienden. Onze groep bestaat uit jongeren uit de Belmar van 13 tot en met 23 jaar. De groep bestaat uit geïnteresseerde jongeren van VMBO tot het HBO. En er staat ook heel leuk op je cv. Er zijn spotlights over actualiteiten in de Belmar. En daarmee laten we zien wat belangrijk is voor jongeren. Ik ben teksten aan het schrijven voor de site. We zijn een film aan het opnemen. Op de website kan je naar ons zelfgemaakte fotoalbum gaan en daar kan je foto's bekijken die we hebben gemaakt op evenementen zoals... Dus Firstly in Heineken Musical Hall, Kwakkel, Uitmarkt en Gaas voor Pleasure. We maken daar heel veel foto's van de bezoekers. En we geven die mensen flyers zodat ze de foto op de website kunnen terugkijken. Wat wil jij dat doen? Ik ben even een foto aan het kijken die ik op de site heb gezet. In de zomervakantie zijn we een paar dagen naar Centerpark geweest. Om sketches te maken over seksuele weerbaarheid, om jongeren te informeren over vreemdgaan, veiligvrijen, tienermoeders en vaders. Waarin we zelf hebben geacteerd en zelf hebben opgenomen. Wil je meer weten over Belmar Enzo? Check www.belmarenzo.nl. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the